Atuji. Het is 9 augustus en in de Palmentuin heerst er een gezellige sfeer. Dit in verband met de Ingidé of de Dag der Inheemsen. Er zijn verschillende toespraken gehouden van onder andere het staatshoofd Zijn Excellentie Desiree Delano Boutersche en de minister van regionale ontwikkeling Edgar Dikan. Ook First Lady Ingrid Boutersche-Waldring en diverse ambassadeurs waren aanwezig bij deze bijzondere plechtigheid. De zogenaamde ontdekker van Amerika dacht dat hij de kust van India had bereikt en benaamde ons Indianen. Wereldwijd werden onze kinderen wijsgemaakt dat onze voorvaderen de Indianen waren. Tot de dag van vandaag weigeren sommige Surinamers deze fout van Columbus te corrigeren. In de 50-60e jaren werden deze term als vernedering van onze inheemse volken in Zuid-Amerika gebezigd. Vandaar dat wij in de 70 jaren hevige protesten hebben aangetekend bij diverse mechanismen van de VN na meer dan 10 jaren. Na meer dan 10 jaren hadden wij succes en noemden onszelf inheemse volken, First Nation of autochtonen. De VN heeft uiteindelijk gekozen voor Indigenous People, oftewel inheemse volken. Ik neem aan dat het nu duidelijk is voor elk Surinamer dat wij aangeduid willen worden met de inheemse volken. Dus de inheemse volken van Suriname. En ik weet dat ieder hier een inheems achtergrond heeft, een inheems bloed. En te kumba te berija, zo dat betekent jawa ingi ook toe. Anatrobisot. Kleuriabi anatrobisot. Wiriabi. Maar gracias. Kamakong. Yasagaregong. Thank you. Die dame hier die gaat dan vertalen in het trio. En de andere dame daar die gaat dan vertalen in het Nederlands of Surinaams. Mag ik u aandacht voor de vertegenwoordiger van Koika? E a gente vem aqui com muita alegria trazer a todos os cidadãos do Suriname, a todos os povos indígenas do Suriname, um alerta para todos nós. E dizer ao presidente, senhor presidente. De enige reden waarom ze hier zijn, zijn alleen, het gaat om de grondrechten. Zowel Brazilië wordt er ons land vernietigd door verschillende mensen. En we willen niet dat onze grond hetzelfde gebeurt daar in Suriname. En wij zijn er hier als versterking voor de inheemse. Die inheemse gemeenschap, we horen in Chateau, in opdracht van president Lekfou Sabi, naar die Doti verleden jaar. Dat ook is een opdracht. En vanaf het moment dat u begint Uroko, u zet in. Ik val ook kon overeen samen dat we pak voor Namco een grondrechtenprobleem samen op. U stelt de commissies in en no, ik kan tegen dat als aan dit plein. Een proces, ik val Sabi, zat dispresident, begin in 2016, was aan Sango Skeef 400, 500 jaar langer. 2016, we beginnen aan de presidentiële commissies. Een stappenplan maken, een gezamenlijke verklaring teken. En uiteindelijk, we bezig met een werkdocument en we dit op lijn. In dupo, emre dupo naka. Payai, payai, me in dupo, emre dupo naka. Payai, payai, me. Representatives of the diplomatic corps, and also a special welcome for our friends here from the Koika. Dames en heren van de pers, het is vandaag een dag om te herdenken, zoals onze eerste spreker zei, wat de eerste bewoners van dit land allemaal meegemaakt hebben. Het is een dag om te herdenken hoe groot de achterstelling is in diverse gebieden. Maar ik ben ervan overtuigd dat we er
uiteindelijk samen uitkomen. We zijn heel erg trots, minister van RO, dat historisch gezien, wanneer we praten over grondrechten, dat het traject samen met de gemeenschap, dit moeilijk traject, dit zeer gecompliceerd traject, dat wij het vers gekomen zijn en niet ver zijn van afronding. Want praten over dit vraagstuk is makkelijker dan natuurlijk inhoud geven aan dit vraagstuk. Dus wat het buitenland ook zegt, één ding is belangrijk wat ik vandaag wil zeggen. Dat geldt in macroniveau, wanneer ik praat over teamwork, wanneer ik praat over samen, grote successen, de verschillende organisaties toe. Als ze niet beseffen dat er geen ruimte is dan samen te werken, en let wel, oprecht samen te werken, waarbinnen het samenwerkingsproces er verschillen mogen zijn, er ideeënbotsingen moeten zijn, maar wanneer wij het belang van deze achtergestelde groep daar als strategisch doel zetten, dan hebben wij geen keus om te beseffen dat wij dit vraagstuk alleen maar kunnen oplossen door samen te werken onderling. Vrede willen wij als voorbeeld geven dit klein land, dit klein ooit getergd land, als voorbeeld wat daar buiten in die grote wereld gebeurt. Laten we deze boodschap meenemen dat we in navolging wat onze Surinaamse voorouders hebben gepresteerd om dit punt te bereiken, dat er veel meer is weggelegd voor ons die vandaag aan de dag in dit tijdsbestek hier in Suriname mogen leven. Ik mag u een hele prettige, een heel gezegende dag toewensen. En laat een dag zijn vol bezinning over inderdaad onze inheemse broeders en zusters. Met Jugran Tanje. Our Brazilian constitution acknowledges the rights of the indigenous people, of the rights of the indigenous people to land, and I mean, that's constitutional, that's a state policy. Parabéns pelo dia dos povos indígenas aqui do Suriname e que viva a diversidade no Suriname e no Brasil. Maak niets kapot. Laten we samen gezamenlijk Suriname opbouwen. Dat is de boodschap wat ik wilde. Gezamenlijk moeten we kijken. Dingen krijgen niet van de een op de andere dag. We moeten geduldig zijn. Dingen komen. Kijk wat er ook met wat kapot. Het was onze droom ook. He? Het is gerealiseerd door de First Lady. Ik wil ze daar oproepen van deze plaats uit en ik wil ze ook feliciteren met deze dag. Laten wij in eenheid, liefde en respect voor elkaar, laten we zo met elkaar omgaan. Zo alleen kunnen we heel sterk uit de bus komen en echt die power maken, die vuist maken om uit die etnische minderheid te komen en sterk te worden.